Uit onderzoek blijkt dat het bereik van een video 2 keer zo groot is als een Facebook-post met een foto of een link. Daar kun jij als coach, trainer of adviseur je voordeel mee doen door zelf video's op Facebook te gaan plaatsen. Het helpt je om in veel meer tijdlijnen van volgers te verschijnen en dus veel beter zichtbaar te worden. Sinds kort heb je de mogelijkheid om met je iPhone live video's te streamen via Facebook. Een soort periscoop, maar dan op Facebook. Wil je weten hoe Facebook Live werkt? In deze video laat ik het je precies zien, dus blijf kijken. Oké, ik ga je eerst laten zien hoe je Facebook Live gebruikt via je persoonlijke profiel. En daarvoor open je de Facebook app en klik je hier bovenaan op waar denk je aan en vervolgens op live video. Hallo, daar ben ik dan. Nou, je kan hier selecteren met wie je de uitzending wilt delen. Nou, die zet ik nu eventjes op alleen ik. Omdat het even een testje is. Maar je kan hem dus openbaar delen met iedereen. Of met een bepaalde selectie van vrienden. Of al je vrienden. Of je vrienden behalve. Of een bepaalde smartlist die je hebt aangemaakt. Oké, klik hier op gereed. En ik geef even een omschrijving van mijn video. Nou, dit is een testje. Oké, en dan gaan we live. 3, 2, 1 en we zijn live. Nou, zoals je kunt zien, hieronder worden de reacties weergegeven. Dus mensen kunnen een reactie geven tijdens je uitzending waar je dan weer op kunt reageren. Op het icoontje bovenin je scherm kun je switchen tussen de camera. Nou, nu heb je uitzicht op mijn deskbike klokje, want ik zit inderdaad nu op een fiets achter mijn bureau. Ideaal. Nou goed, dat is niet belangrijk. Maar nou goed, eigenlijk werkt het heel simpel. Je klikt op voltooien om je uitzending te beëindigen. En dan ben je klaar. Nu laat ik je zien hoe je een live uitzending maakt via je zakelijke pagina. Hiervoor open je de pagina's app op je iPhone en klik je op publiceren. En vervolgens op het poppetje met de 2 cirkels om zijn hoofd. Nou, anders dan via je persoonlijke profiel kun je hier alleen een openbare uitzending maken. Nou, geef je video weer een titel en klik op de button uitzending starten. 3, 2, 1 en we zijn live. Nou, eigenlijk werkt het hetzelfde als met een uitzending via je persoonlijke profiel. Je kunt hier ook weer switchen tussen de camera's. Nou, we hebben weer de meter. Nou, daar ben ik weer. En nou goed, het werkt eigenlijk helemaal hetzelfde. Je klikt op voltooien om je uitzending te beëindigen. Dus dat ga ik nu doen. Wil jij nou weten wat het voordeel is van livestreamen via je zakelijke pagina? En wil je weten hoe je kijkers op je lijst krijgt? Meld je dan aan voor de online Facebook videotraining. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.